Abend, Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Zo, fantastisch dat je allemaal hier naartoe gekomen bent. Veer, hebben we weer een jaar lang over de wereld getoerd. In Europa zijn we in alle landen geweest. We zijn in Amerika geweest, in Canada, in Azië. Misschien heb je onze avonturen in Australië op de tv kunnen volgen. Maar vanavond zien we hij in Maastricht op het schoonste plein van Nederland. De Friedhof in Maastricht. Toch is niet alles precies hetzelfde wie het vorig jaar. Ziet je niks op mij? Ik ben opa geworden! Thank you.
Heb je dat ook soms, dames en heren, dat je vindt dat de tijd zo snel gaat? Ik sta alweer 30 jaar op de bühne. En ik ben 35 jaar met dezelfde vrouw getrouwd. En het is alweer het vijfde jaar tot voor hij samen op de vliegtuig stond. En weet je, dames en heren, tot ik dan nog zeker 35 jaar mee doorgaan. En weet je, tot Geer hij over 35 jaar ook nog altijd zit. Dames en heren, ik wil u heel keren even die drie fantastische tenoren voorstellen. Aan de rechterkant, zijn naam is Gary Bennett en hij komt uit Australië. In het midden, met zijn knievel, het Bela Mavrak. Dat is een Hongaar. En hij neemt mij, met zijn vriendelijke gezicht, Thomas Greuel, het komt uit Duitsland. Alle drie hebben ze fantastische stemmen. Alle drie zingen ze in alle beroemde opera huizen in de ganse wereld. En met alle drie
reizen van nu al vele jaren samen over de wereld om concerten te geven. Ik kan u zeggen, dames en heren, iedere avond, ieder concert. Het is fantastisch om neven die drie fantastische kerels op de bühne te staan. Hey, geef ze een enorm applaus, de Platin Tenors! Ik zag juist dat ze allemaal fantastische stemmen hebben. Dat is ook zo, allemaal apart. Maar op het moment dat ze samen gaan zingen, dan ontstaat er een fantastische, unieke klank. En het is juist met deze unieke klank dat ze iedere avond, ieder concert over de hele wereld zijn succes hebben. Ze gaan nu voor u zingen een prachtig lied. Het is een Napolitaans volkslied. En het heet Non ti scordar di me. In het Maastrichtse staat Kind vergeet mich niet. En wie ik dat lied huurde, dacht ik, dat is echt het voor op de Friedhof. Weet je, na deze concerten op de Friedhof in Maastricht komen ze van over de hele wereld. Ze zien elkaar maar één keer per jaar, hij op de Friedhof. Hij werden vriendschappen voor het leven gesloten. En na de concerten, dan loeren ze elkaar aan en dan zeggen ze, Kind, vergeet mich niet. En zeker als de huurs, wie prachtig, of die drie tenoren dat zingen, dan zal je allemaal na afloop zeggen, liefste, ik vergeet dich niets meer. Geef ze alvast nu een enorm applaus voor Platin Tenors! Platin Tenors! Gentlemen! Bravo!
Bravo. Dames en heren, je weet allemaal dat het WMC nu vanavond geopend werd. Het WMC, het Wereldmuziekconcours. Iedere vier jaar komen blazers van over de ganse wereld naar Limburg om samen muziek te maken. Ik vind dat fantastisch. Fantastisch initiatief. En toen dacht ik, dat zou leuk zijn om dit jaar op de Vriethof ook het met blazers te doen. En toen heb ik via de radio en de tv heb ik gevraagd om blazers in Limburg, maar ook daarboven in Nederland, of ze zin hadden om mee te doen op de Vriethof. En ik dacht, ja, zo'n 50, 60 zal er dan wel komen. Het zijn er 400 geworden! En ik was best wel een beetje in de piepzak, want ik dacht, 400? Wie gaan we dat doen? Hoe laat ik die op de Vriethof? Het repeteren, wie krijg ik die allemaal samen? Maar ik moet ook zeggen, de repetitieperiode met deze lui, met deze blazers, dat was de fantastische periode in mijn ganse leven. Het is niet te geloven wat een enthousiasme die lui hadden. Een hartstocht, een wil om samen te spelen, een discipline. Alleen daar al voor, dames en heren, geef ze het grootste applaus wat je ooit in mijn streek gegeven hebt. En één ding had ik vergeten te zeggen, namelijk het niveau van deze blazers. Het is niet te geloven. En om dat u nu te laten huren, heb ik een stuk uitgezocht van Ottorino Respighi. De Pini di Roma. De pijnboom van Rome. En Respighi beschrijft daar op een fantastische manier wie de Romeinse legers over de Via Appia Rome binnenkomen. Het begint heel erg zachtjes. De huurste legers in de verte aankomen. De huur is eigenlijk alleen het ritme. En dan komen de strikers erbij. En dat is de mis en de nivel die over de Via Appia hing. Er komen steeds meer instrumenten bij. En dan als de legers echt Rome binnenkomen, dan is het of de geuren en zien vergeet. Het is ongelooflijk indrukwekkend wie die blazers dit kunnen spelen, want dames en heren, het is een ontzettend lastig stuk voor de blazers om te spelen. De Pini di Roma.
200 Blauwtjes door Limburg. Wordt dat fantastisch of niet? Bravo. Mijn vrouw en ik lopen heel dicht op zondagmorgen door Limburg, dus een dorpjes. En het schoonste moment is dan als er een fanfare langskomt. Dan gaan we altijd kijken en luisteren. De klank van koperblazers in de open log, dat is zo ongelooflijk schoon. Strijkers, violen en zo, dat is ook schoon. Meestal in een film, als het romantisch is, als ze gaan punen, dan huurt ze violen. Maar als de koperblazers komen, dan gaat het over de echte emoties. Dat is ook logisch, want die doen dat met hun awesome. En in het stuk wat van nu gaan spelen, daar huurt je dat gans goed. Dat begint met de strijkers en dan is het al schoen. Maar als dan die 400 blazers samen heel zacht spelen hier op het plein, dan krijg je echt kippenvel. Ik weet het zeker. En zeker hier op de Friedhof onder die twee prachtige kerken.
Dames en heren, welkom voor het spelen. Near my God to thee. Bravo. Alle 400 blazers. En het orkest. Dat was zoen, hè? Dat is 400 blazers. Hoe gaan ze zak spelen? Maar weet je wat het zoen is van een blaasinstrument? Die kunnen heel zak spelen. Maar die kunnen ook keihard spelen. Die blazen zich allemaal van het plein af nu. Hou ik vast, kent je de film Ben-Hur nog? Met die wagenrennen. Dat gaat je nu huren. De wagenrennen uit de film Ben-Hur.
Bravo. 200 Rumänen. Het stuk dat Van Oever u kon spelen, dames en heren, daar weet ik zeker van dat Gerrit allemaal kent hij op het plein. Daar gaat geen communie voorbij, of dat werd gespeeld. Geen houwelijk, geen begrafenis, geen jubileum van de voetbalclub. Altijd werd het stuk gespeeld, iedereen kent het. Panis Angelicus. En ik weet ook zeker dat je nog niets gehuurd hebt met 200 koperblazers en één sopraan. Daar is ze, is de engel uit Australië, Marussia Lauwersen. Thank you.
Wir müssen alle arbeiten. Bravo. En er zijn weer 100 blazers. Bravo, fantastisch. Bravo. Dames en heren, werd geboren zo groot zo ben, totdat hij in Maastricht op dit plein allemaal mogelijk is. De ene minuut zitten 10.000 lui te krieten met zo'n prachtig stuk. En de andere minuut staan ze op de tafelen te dansen van gezelligheid. En dat ken hij in Maastricht en daar ben ik ongelooflijk trots op. Hoe ik ook trots op ben is dat het opgenomen wordt door het ZDF. En dan door gans Europa uitgezonden wordt. Daarna gaat het nog eens over de ganse wereld. En dat allemaal uit Maastricht, de hoofdstad van Limburg. Ik ben er groets op en ik ben zeker daarvan dat Geer daar ook heel erg groets op zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, koperblazers, het was fantastisch wat je gedaan hebt. Je hebt me de tijd van mijn leven gegeven. Dames en heren, geef ze dan nog een enorm applaus. De allergrootste fanfare van Limburg!
Dames en heren. Pardon. Vanavond. Onze burgemeester Gert Leerts, geef hem een enorm applaus, dames en heren. Hoe oud bent u geworden? 27. Maar, meneer Leerts, we hebben een prachtig cadeau. Voor u metgenomen vanavond. Twan, breng het cadeau eens even voor meneer Leers. Made in China. Oh, dan nog een beetje klappen ervoor. Oh,
Ja, we waren allemaal heel erg triest wie we hoorden dat Michael Jackson overleden was. Het is toch ongelooflijk dat zo'n fantastische artiest in één keer neemt thuis. We willen hem vanavond eren. We willen een van zijn allerzoenste songs spelen. Michael was heel erg begonnen met het lot van de aarde, van het milieu. En nu we neemt thuis, geven we in dit lied een opdracht. Tot veer is om de aarde maar te bekommeren, om het milieu, om de boom, om de zieën en om de dieren. We gaan nu voor u spelen, dames en heren. Ik vind dat een van zijn allerzoenste songs. The Earth Song. Vanavond gezongen door onze fantastische sopraan Carmen Monarca.
Bravo. Carmen Monarca. Kinderkoor Samar van Misrik. Carmen. Bravo. Bravo. Geef ze nog een enorme applaus, dames en heren. Carmen Monarca en het kinderkoor Chamaat Oemestreek. Bravo. Kruppeltjes voor de pauze. Al gehuurd, dames en heren, is de engel uit Australië. Ik weet nog heel goed, 2 jaar geleden kreeg ik een mail. Ik kreeg heel veel van die mails, bijna iedere dag. Meestal van Maas, die me schreef: André, mijn dochter, die zingt zo schoon. Moet ze ergens luisteren. En nu kreeg ik een mail uit Australië, ook weer van een ma, en die schreef datzelfde. En er was ook een website bij, ik kon erop klikken. En ik kon ook haar huren en zien. Er was een telefoonnummer. En dan heb ik gebeld. En ik zei: hallo, ik ben André op mijn streek. Wilst je naar mijn streek komen om voor mij veel te zingen? En wie weet Australië vliegen is. Hè? 2 dagen later was hij. Hey. En heeft ze in mijn studio voor mij gezongen. Een Mozart-aria. Ik kan u zeggen, de tranen lepen mij over de wangen. Zo schoon was nog niets in mijn studio door iemand gezongen. Sindsdien toeren we samen over de wereld. Ze is nu hij om voor u met haar prachtige stem dit lied te zingen. Ze gaat namelijk voor u zingen, ik denk, de allergrootste hit van onze tijd. Iedereen kent het. Time to say goodbye. En ik kan u zeggen, dames en heren, wie ziet dat zingt, ik heb het nog nooit
zu Schwung gehört. Ich gebe einen enormen Applaus aus Australien, Marussia Lauser. Marussia!
Bravo. Patricia. Dames en heren, het is zo interessant om te zien wat iedere avond in het publiek gebeurt als we de eerste noten van de wals gaan spelen die we nu vroeg gaan spelen. Het gebeurt iedere avond, ieder concert, de hele wereld. De mannen worden hartstikke gek. Die springen op, die slingeren een vrouw, de eerste de beste die ze tegen kunnen komen, uit hun stoel en beginnen te dansen. En daarmee ben ik zo nieuwsgierig wie dat hij vanavond op de frieten van mijn streek en op de terrassen zal zien. En ik vind eigenlijk dat meneer Leers het goede voorbeeld moet geven. Kom maar. Ja. Ja, ja, ik veel spelen en diep dansen. Ja. Thank you.
Dames en heren, ik ben ongelooflijk groet op alle lui die hij achter mij op de bühne zitten. Altijd als ze spelen, dan leggen ze al hun energie in de muziek. Ze spelen altijd met hun ganse hart en hun ganse enthousiasme. Iedere avond, ieder concert, boven ook spelen in de wereld. Altijd spelen ze met hun ganse hart en al hun enthousiasme. Geef ze een enorme applaus voor John Schrauter, get cool! Langzaam komen we aan het eind van het concert. Ik zag langzaam. Veel tot voor het allerletste stuk. Vanavond hij kon spelen samen op de bühne, orkest, koor en solisten. Wou ik graag tegen u zeggen. Er is niks schooner voor een muzikant als op de bühne te staan en live voor het publiek te spelen. Ik ga daarom door het publiek opgenomen en geaccepteerd te worden. Alleen dan kan een muzikant zich gans en met volle overgave geven. Geer hebt dat vanavond voor ons mogelijk gemaakt. Gewoon een fantastisch publiek! Muziek is zo gaat schoens, dames en heren. Muziek geeft trek in den hart. Muziek heeft ook geen woord nodig. Muziek brengt lui bijeen. Als alle lui op aarde samen muziek zouden maken, dan zou de wereld er totaal anders uitzien. En het is precies tot op deze gedachte over vrede is het volgende stuk dat van nu voor u kan spelen gebaseerd. Het is gemaakt door twee grote artiesten. De Word zijn van Friedrich Schiller en de muziek is van Ludwig van Beethoven. En dames en heren, laten we samen in de toekomst gewoon met de Word die deze twee grote mannen is gegeven hebben. Alle mensen werden broeder.
Bravo allemaal. Heren, dames.
Okay? 1, 2. Gott kann uns. Gott kann uns. Schlappe. Hä? Was?
Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen, schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Arbeit getan und der Abendfrieden beginnt. Schauen die Menschen der Sierra hinauf, wo das Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Seit Tagen verliebt in Rosamunde, ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren, seh ich ihre Lippen. Mit dem frohen Lachen möcht ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heut bestimmt geh ich zu ihr, Gründe habe ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal, denn ich wart nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von Ferne. Ich wünschte nur zu gerne, wie andere das machen, verborgen. Als Weilchen leb ich in ihrer Nähe, doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heut bestimmt geh ich zu ihr, ja, genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal,
denn ich wart nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme. Sag ja, Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Wiedersehen mit ihren rau, 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 rau Tippen fing es an, dich nie. Vergessen kann. Wenn des Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht und das Schweizer Mädel auf die geht, bleib ich ja so gern am Weg krank stehen, ja stehen. Und das Schweizer Mädel sang so schön. Holla, hi, ja, hi, ja, holla, di, holla, di, oh. Holla, blaue Blumen dann am Weg rang stehen, ja stehen. Und das Schweizer Mädel sang so schön. Ja, ja, so blau. Wenn mein Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihrem Rot. Ich nie vergessen kann, ja, ja, so blau. Wenn beim Alpen blühen, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen fing es an, dich nie vergessen kann, vergessen kann. Dankeschön. Hanno! Yeah.
Für was für einen Hut?
Dank u wel. Tot ziens.